Er zijn allemaal sferen van bestaan. en die zijn allemaal hier. Hmm. Dus het is dus niet in een hemel. en het is ook niet onder de aarde. Uh, je kunt zo diep graven als je wil. de hel kom je niet tegen. en boven de wolken heb ik nog nooit de hemel gezien. ik vlieg regelmatig. <laughs> dus het is allemaal hier, zegt hij. Uh, sterker nog, hij zegt ook. de creatie van hemel en hel. in jezelf is ook hier. Dus je kunt hier een soort hemelse sfeer voor jezelf creëren... en je kunt hier een heilse sfeer voor jezelf creëren. En dat zien we ook natuurlijk hè, in, de, in deze wereld... dat mensen dat wel eens voor zichzelf doen. Doen mensen dat expres? Nee, natuurlijk niet. Niemand wil eigenlijk in zo'n verschrikkelijke staat verkeren. Maar gebeurt het wel eens door onwetendheid? Jazeker, dat gebeurt wel. Ja. Nou, hij beschrijft 226 verschillende sferen zelfs van bestaan. Uh, dus dat kun je nagaan, hij kon door al die sferen heen kijken... Maar dan zegt hij nota zelf in het boek daarna, maar het is helemaal niet zo belangrijk, want nu is veel belangrijker dan daar of toen. En dat, dat is eigenlijk de essentie: mm. dat je steeds probeert in dit moment uh, te zijn.